vraag van de procureur des Konings van Brussel verspreidt de politie volgend opsporingsbericht. Dinsdag 22 februari 2011, rond 6:45, pleegden 4 personen een gewapende overval op het Pribas Drinkcenter gelegen in de Van der Lindenstraat in Schaarbeek. Een van de daders sprong over de toonbank, terwijl een tweede dader een slachtoffer over de grond sleurde. Deze man wist wel te ontsnappen. Toen ze geslaagd waren in hun wel zeer agressieve overval, vluchtten de daders weg langs de Moerkerkenstraat, waar hun groene VW Golf Brek type 3 of 4 geparkeerd stond. De wagen stond schuin geparkeerd, zodat ze snel konden wegrijden langs de Gaillesstraat en het Paviljoenplein. De daders zijn met 4. De eerste is van Afrikaanse origine en droeg een Peruviaanse muts. Hij is ongeveer 25 à 30 jaar oud, 1,75 meter lang en normaal gebouwd. De tweede is gemaskerd met een lichtkleurige doek. Hij sprak met een Arabisch accent en zijn stem klonk heel jong. Hij droeg een donkere training van het merk Adidas en zwarte schoenen. De derde droeg een zwarte bivakmuts, een donkere Adidas training en witte Nike baskets. Ook deze dader klonk heel jong en sprak met een Arabisch accent. Hij was ongeveer 1,70 meter lang en geblokt. De vierde droeg een witte training met donkere banden langs de zijkant, een zwarte of donkere pull en een donkere pet. Herkent u deze daders of heeft u meer informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 30 0.